Wow. Hij is hard. Nee, mama, het zit in de fik. Hallo, ik ben Malieke Lebordeff. We gaan vandaag wat superleuks met Bart naar je vertellen. Natuurlijk wel. We gaan vandaag, ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt, maar we gaan tangulu maken. En ik ben met de hele zonne gast, namelijk mijn moeder. Dan gaan we nu beginnen. Wat je nodig hebt is 2 bekers met suiker, 1 glas met water, mandarijnen, satéprikkertjes, fruit, een bak, een ijsklontje met water. Maar dat gaan we zo even pakken. Laten we beginnen met stap 1. Oké, stap 1 is je haar vast, want het is natuurlijk gevaarlijk voor als je haar in het vuur komt. Oké, we gaan beginnen met suiker. Moeten we echt heel veel suiker. Het is niet zo goed voor je tandjes. Nee, dat is niet zo best voor tandjes. 1. 2 glazen? Ja. Echt? 2. Wow. Dan 1 glas met gewoon kraanwater. Ik heb nog wel wat fruit gegeten, maar wat erin gaat. Dan pakken we eventjes een lepeltje. De kant komt ook even kijken. Dan leggen we alles in zo. Is het Nola van haar aardig doen, want ze eet alles op. Ja, maar eventjes van aardig. Nou, dan doen we dit op hard vuur. Laten we het zo staan. Dan gaan we in de tussentijd door met de stokjes met fruit. Oké, dan hebben we hier al het fruit liggen. Dan pak je een stokje en dan kun je er dingetjes op doen wat je wil. Pak maar een stokje en gaan we erop doen wat je wil. Ik doe. Hoeveel dan per stokje? Mag je zelf kiezen. Je kan er 1 doen, je kan er 4 doen, je kan er 5 doen, je kan er 6 doen. Je kan er heel veel doen. Oké. Nou, neem maar een druifje. Oh, daar zit allemaal haar op van die katten. Ja. Zo? Ja. Alles valt. Oké, dat is een mooi stokje. Dan heb ik hier deze. En zo gaan we nog eventjes door met wat stokjes maken. En zo gaat het met de suiker met water. Zal ik er even 1 kartje in roeren? Er staat eigenlijk dat je dat niet moet doen. Ja, dat moet je dat niet doen. Nou, dan laten we nu eventjes zo koken. Dan gaan wij eventjes mooie fruitspiesjes maken. Ik denk als je zo'n hapje neemt straks, dan heb je je tanden er bijna uitvallen. Oh, dat is suiker. En tangulu is eigenlijk gewoon knapperig fruit. Met dus een lekker laagje eromheen. Ik ben echt super benieuwd. Ik hoop dat het ook gaat lukken. Heet het echt tangulu? Zoiets. Volgens mij wel. Ik weet het niet. Dan gaan wij even verder met spiesjes maken. Oh, alles valt er weer af. Nou, zo zien de spiesjes er dan uit. Dus we gaan er even wat meer spiesjes maken. Dat is wel leuk voor het. Wat taartje of zo? Ja. Auw! Auw! Nee, niet zo! Dat moet je dus niet doen in je vinger prikken. Je moet dan een aardbei prikken. Hij ging helemaal in mijn vinger. Nou, dat zal ook al mee gaan. En dit gaat goed. Moet het helemaal doorzichtig zijn dan? Nee, het moet geel worden. Geel? Ja, maar we hebben te veel water. Dus we moeten nog even wat suiker erbij. Nee joh. Nee, je zei toch 1 glaasje water? Maar ga niet uit. We houden wel lekker van suiker. Ze moet bij het niet roeren, dat bedoel ik. Ho maar, mijn hele pak zit erin. Dan zet ik mijn tanden eruit rotten. Ja, nou, dan laten we nu zo even staan. Oh. En dan gaan wij lekker verder met spiesjes maken. En uitkijken voor zo vloe door te prikken in je hand. We hebben hier een bak met water. Dan gaan we eventjes. Kijk, die kat die gaat uit die bak drinken. Even nieuw water pakken dan. Ja, we gaan even nieuw water pakken. Oké, we hebben hier, dus we hebben even nieuw water erin gedaan. We hebben hier een zak met eiklontjes. Die gaan we er even in doen. Hoeveel eiklontjes moet erin? Heel veel. Nee, die zak zit erin. Ik denk dat het zo wel goed is. Anders zal ik eens eentje uitproberen. Kijken of dit goed is of niet. Ik heb voor je handen, want het is echt een koper heet. We laten hem er eventjes in. En dan gaan we zo kijken of dit suiker al goed is. Of dat het echt helemaal geelbruinig moet zijn.
Moet ik even haarbal in de keel. Eeuw. Oké, we gaan even kijken als het goed is. En een taste test. En? En? Nee, hij was er niet. Ik hoorde je niet. Hij is helemaal hetzelfde. Oh. Nou. Je moet toch iets langer koken? Ja. Het is nu al, hoe lang? 4 minuten al aan het koken of zo? Ja. Nou, moest helemaal bruin worden. Waarschijnlijk hebben we echt te weinig suiker. Ja, je hebt meer suiker gegooid dan erop stond. Poging 2. En anders doen we er gewoon nog wat suiker bij. Ik had het echt niet weten. Misschien moet je gelijk uit de ijs halen. Nee. Niet erin laten leggen. Als je in laat leggen, gaat misschien de suiker weer eraf. Ja, maar nu is hij helemaal plakkerig. Oké, we hebben er een beetje suiker bij gedaan. Oké, we gaan in de tussentijd even deze proeven. Nog steeds zo. Nou, ik dacht dat het goed was. Het is heel vast aan mijn tand, het gaat er niet meer af. Maar... Trek maar alle suiker. Is het lekker? Oké, okay, we gaan nu deze maken. Oké, okay, kom mee. Dichterbij. Dat is gewoon knetterig gewoon. Wow. Daar doen we het in de bak. Het ijsblokje. En we laten hem even zo liggen. Dan doen we deze. Nee, maar het is nu al heel dik. Dat hoort wel, denk ik. Ja. Dat is ook de bedoeling. Zo, kledder om mijn aangerecht. Dan laten we die ook even. Alleen een aardbeidje. Tangoelul. Voel me gezien. Kijk. Nou. Oké, gaan we kijken of deze al klaar is. Hoor. Zo, heftig. Hij is hard. Een suikerbom. Oh. Hij is hard. Oké. Is het lekker? Dit is lekker. Lekker. Vieze. Lekker. Je moet er iets hoog zoet en dan suiker opheen. Ah, zullen we echt gaan passen in kiezen gewoon? Ja! Oké, we hebben de aardbeien eruit gehaald. Gaan we die even proeven? Die is wel lekker. Lekker toch? Hoort dan. Is het lekker? Nou wel. Ja, zoals je ziet, is die nou echt al klaar en het ruikt heel erg verbrand. Ik koop nou die aardbeien. Dat is aardbeien mij erin zitten. Je moet die bakken dichterbij zetten. Oh! Lekker. Echt heel lekker. A few moments later. Oh nee, mama, het zat in de fik! Mama! Mama! Ik heb er water bij gedaan, het zat in de fik! Oeh. Ik wil er nog een beetje water bij doen. Oeh, mensen, dit ruikt. We gaan lekker met verbranden maken. Oeh. Zo, kijk dan. Nou, we gaan er nu eentje met druif proeven. Die is echt goed gelukt. Oeh. Die is goed. Ja. Zijn we goed gelukkig? Ja, lekker. Ja. Zo, die hele lens is vies. Ho, kijk. Nou, alles plakt. Nou, dit was het einde van deze video. Ik vond het super leuk. Wat vond jij ervan? Top. En erg lekker. Maar dat het in de fik vloog. Zo, we waren wel even geschrokken. Nou, dat was het einde van deze video. Geef een duim omhoog aan de meer op mijn kanaal. Als meneer moet bellen klikken. Als jij een klimmetje op? Alles klikken. Ja, later.